Oké, jongens, super tof dat jullie kijken naar een nieuwe video van vishackje.nl. Ik ga jullie straks even een nieuwe methode laten zien die ik de laatste dagen toepas hier op een lokaal putje. Om toch een beetje actie te krijgen in deze periode van koude nachten. Dus laat even een reactie achter of je de laatste weken nog een beetje hebt gevangen. Doe even een duimpje omhoog, zodat we in ieder geval, wat zullen we doen? 400 likes deze keer. Moet lukken toch? Oké, ik zie jullie zo. Oké, jongens, afgelopen week stond ik bij een visser te kijken. De vis hier met een metafeeder. Wat mij opviel is dat hij heel veel schijnbeten kreeg. Topboog krom en liet weer los. Ik denk van, haakmaatje 10, haakmaatje 12. Misschien is dat net te klein om de vis direct bij de eerste opname te prikken. Dus wat heb ik? Ik heb hier een metafeeder van 35 gram. Een Korda Krink, maatje 6, met een veekoorn. En we gaan eens even kijken of dit uitpakt. In principe moet de vis nu bij de eerste opname, moet die haak gelijk naar binnen schieten en moet hij ze haken. Maar dat gaan we eens even testen. Ja, voor de rest vis ik het systeem gewoon aan mijn standaard karperhengels. T-Rex 7000. Century wil ik zeggen. Prologic C6's in Spires, 10 voet 3,25. Genoeg kracht en reserve om ze naar de overkant te gooien. Oké. Leek zo. Oh, normaal. Ja, zeker. Ja, hoor je hem zo? Geen statief. Maar komt hij er ook op? Oh, nou, we gaan hem gewoon terugzetten. Nou, jongens, we zijn ondertussen, denk uurtje aan het vissen. Ondertussen twee leuke spiegelkarpjes gevangen. Het is nu tijd om in te pakken. Het is een beetje een super korte sessie en dat weet ik. We gaan nu lekker naar huis toe, even wat eten. Morgen neem ik jullie mee in het verloop van de week en de rest van de sessie. En dan ga ik jullie nog zeker wat tips en tricks geven. Maar zo even in een uurtje een paar visjes vangen is altijd lekker in deze tijd van het jaar. Ik hoop niet dat jullie te veel tegen de zon in kijken trouwens. Ik let helemaal weer niet op. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. Oké, hele goedemiddag kijkers, vishackje.nl. Zoals beloofd, deel 2 van de sessie. Het is niet het beste weer om te gaan karpenvissen nu op dit moment. We hebben een luchtdruk die bijna de 1035 aantikt. De wind komt uit het oosten. Het heeft vannacht 5 graden gevroren. Alleen, we hebben wel het voordeel dat het kraak en kraakhelder is en dat het zonnetje schijnt. Dus misschien kunnen we vis spotten met de drone. Dat is het eerste wat ik ga doen voordat ik überhaupt de andere hengels in gooi. Ik ga sowieso één hengel even met een single hoekbeet onderaan het talutje leggen. Kijken of daar toch nog vis ligt. Met de andere twee hengels ga ik actief op zoek naar de vis. Dus ik ga kijken of ik vis kan zien met de drone. Ik probeer een beetje uit de wind te blijven hier zo. En op het moment dat ik hier sta, bouwt er ook een andere visser op. Voor de rest is het erg rustig. Dus jongens, in deze periode met de hoge luchtdruk en de oostenwind en de koude nachten kun je nog steeds goed vis vangen. Alleen, het is wel zaak dat je ze vindt. Dus we gaan eerst eens even zoeken naar de vis. Kijken of we ze kunnen vinden.
En daarna ben ik bij jullie terug. Oké, okay, nou, ik heb even een kwartiertje met de drone rondgevlogen. Misschien staat er te veel wind. Niet direct vis aan de oppervlakte gezien. Ik dacht even een schim te zien, maar dat bleek een rietstengeltje te zijn. Wat ik nu ga doen is mijn hengel met hun stiftrig. Die ga ik gewoon om het uur verplaatsen, totdat ik daar activiteit op krijg. Er gaat één hengel in met een zigrichtje. Dat ga ik jullie nu even laten zien. Jullie weten, de meeste misschien weten wel al hoe ik op vis voor de mensen. Oh, sorry voor de wind. Een beetje uit de wind staan. Maar voor de meeste mensen die het nog niet weten, laat ik het toch nog even zien. Ik heb een beetje aanpassingen gedaan. Vooral qua aas. En dat werkt super goed. Het is een beetje fel qua weer. Maar goed, sorry jongens. Het is, ik heb geen Polaroid filter nog bij deze lens. Maar dat gaan we wel even regelen. Oké, okay, mijn zigrig. In dit geval heb ik als hoofdlijn 40-honderdste density van Prologic. Ja, die zinkt prima af. Maar hij is niet zo zwaar dat hij de hele zichtvloot naar beneden trekt. Dan heb ik een klein afhoudertje van Leadcore met een klein drijvertje zodat de lijn omhoog komt te staan. Dat is van Corda. Dat is gewoon een standaard zichtkitje zodat je lijn goed glijdt. Een medium zichtvlootje en een 30-honderdste onderlijntje die net zo lang is als de afstand van mijn startoog tot aan mijn lijnglijder, lijnroller op de beugel. En dan geen zighaakjes meer, die vond ik toch een beetje te dundradig. Zeker als je een wat dikkere vis eraan krijgt. Dus gewoon een tjotje, tjot haakje, maatje 8. Met erop een halve blackie pop-up. En een crazy berry van Arma Baits. Nou, dat moet ik dan gaan doen. Ik vaar hem uit met de fullboat, dus ik hoef niet te lopen plakken met allerlei foompjes en zo. En dan zodra ik vis zie, dan gaat hij erin. Nou, alles ligt in de baitboot, jongens. Fishfinder staat aan. Die ga ik gebruiken om te kijken hoe hoog de visjes zwemmen. Als ik nou veel signalen krijg dat ze zeg maar 2 meter onder de oppervlakte zitten, dan vis ik op die hoogte mijn zicht. En binnenkort zal ik even een video opnemen over het gebruik van een fishfinder. Maar dat is even voor laat. Oké, okay, jongens. Ik ben onderweg naar de auto. Ik ga de trolley ophalen. Het is tijd om te verkassen. We hebben nu anderhalf uur geen beet gehad. We gaan helemaal naar de andere kant van het water. Even een stukje sjouwen met alle spullen. Maar er is één hoekje op de hele vijver waar geen wind is en waar de zon nu op staat. 100% dat ze daar liggen, jongens. Dus niet afwachten. Gaan met die banaan. Oké, jongens. En meisjes natuurlijk. De hengeltjes liggen in. Ik zal even naar de plek toe draaien. Het zonnetje schijnt echt super veel. Maar zoals jullie zien, daar dat hoekje staat geen wind. De zon staat er vol op te branden. En we hebben zojuist 2 vissen bovenin gezien. Helaas niet met de drone. Die hadden we net weer aan de grond. Dus ik hoop dat het hier gaat gebeuren, jongens. Het is, er staat echt maar 80 centimeter water waar ik nu zit te vissen. Maar ik verwacht dat die vissen uit de wind in de zon wel de ondieptes opkomen. Ik heb nog 2 uurtjes de tijd. Ik doe even mijn bril weer op, het is super fel aan de ogen. Dus mijn tip is vooral in deze periode, jongens, als de wind uit het oosten komt en overdag is het een graad of 12 en 's nachts vriest het dat het kraakt. Ga pas rond een uurtje of 11 naar het water als de temperatuur behagelijk is en zoek een plekje op waarvan je zelf zou zeggen van oké, uit de wind in de zon is het goed te doen. Vaak vind je daar wel wat karpers. Nou, dat blijkt nu ook zo te zijn. Nu alleen nog even zien hoe een aanbeet te forceren. Want dat is wel een beetje tricky. Nou jongens, niet alle plannetjes werken natuurlijk. Het is tijd om in te pakken. Helaas geen actie gezien hier zo.
wel wat mooie beelden kunnen maken met de drone. Maar ja, goed, daarvoor kom je natuurlijk niet. Nu is het even tijd om het thuiswerk van de kinderen op te halen op school. En dan gaan we naar het volgende watertje. Even wat dichter in de buurt. Kijken of we nog een beetje actie kunnen krijgen. Check jullie daar. Oké, jongens, jullie zien. Het is echt weer super schitterend weer. Ik vlog even gauw met mijn telefoon. Ik heb alles nog op de trolley liggen. Op mijn camera moet ik allemaal nog opbouwen. Maar het is zulks mooi weer. Het is nu even aan die kant windstil. Dus ik ga even gauw de drone de lucht in gooien. Kijken of ik vis zie. En dan is het tijd om de hengeltjes uit te varen met de voerboot, jongens. Ik vermoed dat het hier deze keer wel gaat lukken. Het is een beetje zoeken geblazen de laatste dagen. Het gaat niet heel erg gemakkelijk. Maar goed, weet je, het is vissen, niet vangen. Maar goed, ik heb ook wel eens pech. Dus we gaan vandaag in ieder geval op deze stek uitzitten in ieder geval. Want ja, ik ga me niet laten verrekken in de wind natuurlijk. Maar goed, ik vermoed ook niet dat de vis op de koude oostkant ligt. Dus we gaan de drone de lucht in gooien. Kijken of we wat kunnen vangen. Gek. Oh, weer een zeelt. Oh, vuut in de lijn. Nee. Hoe dan? Oh. Ah, je bent los. Yes. Woehoe. Zit er nou nog vis aan dan ook? Ik denk een dikke stok. Bol weed. Oké, goedenavond jongens. Ik film even weer een stukje met mijn telefoon. Ik wou ze net inpakken, maar het is... Ik wou nog een paar uurtjes blijven. Maar goed. Het is ijskoud aan het worden. En onze... Duitse vriend daar op het water. Even kijken hoor. Die daar dus. Vindt het nodig om helemaal vanaf daar over mijn stek te varen. En te lopen ploeteren. Terwijl ik hem heb gewaarschuwd. Van joh, hey, wat doe je nou? Je zit ongeveer 30 meter van mij vandaan. Dus mijn lol is er wel weer af. Omdat, sommige mensen houden geen rekening met elkaar, jongens. Jammer, is goed. Kansen zijn wel een beetje verkeken nu met zoveel herrie op de stek, helaas. Jongens, ik ben er een beetje zat van.